Applaus voor deze drie heren.
We hopen dat binnenkort van het Uiterst Oranje Comité wij bekend kunnen maken welke ballon het best is gegaan. We hebben er heel veel gevraagd. Hier of hier? Dan wil ik nu graag het woord geven aan Wilkin van der Kamp. Die is hier aanwezig als dirigent van het jeugdorkest. En wanneer ik orkest zeg, dan denk ik eigenlijk dat het kurs crescendo uit IJzerlo onder leiding van Wim Kempers ook wel kan vergeten. We hebben van tevoren wat muziek van hen gehoord. Ze zullen ons straks ook nog begeleiden bij het zingen van het Geweldes. Maar de andere liederen zijn nu voor de kinderen van het jeugdorkest. Wilkin, aan jou het woord en de muziek. Oh.
want die hebben ontzettende best gedaan. Zeer veel voorbereidingen getroffen en ik denk dat we er zeer van genoten hebben. Jongens en meisjes, heel hartelijk dank voor wat jullie gedaan hebben. Dames en heren, het is vandaag Nationale Feestdag. Het volk van Nederland voelt zich verbonden met ons koningshuis. Met koningin Beatrix en prins Klaus. Met prinses Juliana en prins Bernhard. En u weet, prins Bernhard is het afgelopen jaar ernstig ziek geweest. En gelukkig dat hij weer hersteld is. Met prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Met onze kroonprins en met alle andere prinsen en alle die tot het koningshuis behoren, voelen wij ons vandaag verbonden. Maar niet alleen met het Huis van Oranje voelen we ons verbonden, we voelen ons ook met elkaar verbonden. De band met elkaar, de onderlinge saamhorigheid. En wat dat betreft heeft Aalten zich de afgelopen tijd zich van zijn beste kant laten zien. Wat zijn er in voorbereidingen getroffen? Jong en oud is aan het werk geweest. Wat is ons dorp mooi versierd? Fantastisch. In de wijde omtrek is er geen dorp zo mooi. Prachtig. En ik wil er ook mijn grote waardering daarvoor uitspreken en tegelijkertijd een compliment maken. Inwoners van de gemeente Aalten, u mag trots zijn op uw dorp en op uzelf. Geweldig. Wat een sfeer, wat een stelling. Ja, de stemming die zit er goed in. 30 maart jongstleden, toen was Aalten bevrijdingsdag. En u weet, het was een groot feest. Vandaag, Koninginnedag, Nationale Feestdag. 4 mei aanstaande de herdenking van de gevallenen voor Nederland, voor het vaderland. En 5 mei, Nederland, 50 jaar bevrijd. 9 organisaties hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de voorbereidingen van deze dagen. Er is ontzettend veel te doen, ook deze dagen. Zo zijn er bijvoorbeeld 9 exposities. Ga er naartoe, vier feest en herdenk. Besef hoe rijk we zijn dat we 50 jaar in vrede, vrijheid en welvaart mogen leven. Er zijn deze dagen ongeveer 200 Canadese gasten. Veteranen die mee hebben geholpen aan de bevrijding van Nederland. Vandaag en morgen arriveren de laatste in Aalten en sommigen zijn nu al onder ons hier op de markt in Aalten. Canadians, you are very welcome in Aalten. Ik wil verder een ieder bedanken aan de voorbereidingen van deze dag en de voorbereidingen van deze aubade, de jongens en meisjes, het Oranje Comité. Ik wens ook iedereen die hier aanwezig is en iedereen in Aalten, in Vredenburg en de buurtschappen een hele goede feestdag toe. En dan stel ik op slot voor om 3 maal hoera voor de koningin te roepen. Leven de koningin! Hiep-hiep! Hoera! Hiep-hiep! Hoera! Hiep-hiep! Dames en heren, maar nu het orkest eerst een paar stroven voorspelen en dan zingen we met z'n allen 2 coupletten van het Wilhelmus. Thank you.
u voor de aanwezigheid hier. De albade is geëindigd. De rest van de feestelijkheden die kan nu beginnen. U hoeft niet weg te gaan. Zo dadelijk dan starten allerlei activiteiten hier. Maar de albade is geëindigd. Dank voor uw aanwezigheid en vier een goed feest vandaag. Dank u. Thank you.
En dat zijn toch wel de heren die het verhaal met de maken krijgen. Maar we wachten voor even af. Ja, graag naar de stad toe, maar dan kunnen we gaan starten. Het inwerken is gebeurd, het inlopen, het warm draaien. Half 12 starten. Ik krijg net bericht door dat het 11:30 gestart wordt, dus we hebben nog eventjes de tijd. Oké, heren, dames en heren, succes met jullie 15 minuten hier. Ja, rustig. Vanmiddag. Vuist er ook dan, waarna maar om. Jo! Je hebt zelf ook al vroeger aanloop. Blijf even staan, hoor. Blijf even staan. Ja, kom maar, je oversteek kan je zo hierin lopen nog. Even een stukje niks. Ja! Ja, dan krijgen we Gerrit eraan. En de eerste dame.
Fred Ambros, ja. Oké, 5 kilometer voor Fred. Zit erop. Ja. Felicitatie van waarschijnlijk de dochter op. Dan gaat het goed komen. Hou de weg vrij, mensen, steek niet over. We hebben nog steeds in onderweg. Wat mij betreft voor deze man. Ja, een applausje voor deze man. En ik sluit het hierbij af. Het is bijna 12 uur. Ik wens jullie wel. Dat is de eerste. Nee. Ik doe mijn zoon hier binnen. Ik ben even achter papa. Ja, dan maar door. Even een felicitatie. Ja, een meisje, ja. Met een zwarte broek aan, maar Johan, dat is de eerste dame. Tenminste. We wachten even. Een geweldige inzet. Ik wil niet weer terug. Ik zit er hier. Ja. Zo, mooi hè. Jij kijkt erop. Je moest toch kijken hoe jij liep. Je gaat hem pas aan. Ja. En Eva Stroes.
twee handjes, Karia. Dit is Noord-Komen land beweren. Oh ja, in mijn klas. Thank you.
Animator, hartelijk bedankt. Goede reis terug vanuit Aalten. Tot ziens.